Wat denk jij is het meest vernietigende wapen in de wereld? Ik denk gif. Ik denk ook gewoon aan messen. Ik denk gewoon zo een strikvraag. Angst? Of is dat te abstract? Beetje abstract. Kernwapens. Atoombom. Atoombommen. Kernwapens. Oh, oké. Dan zijn 93% van alle kernwapens in de wereld zijn in handen van twee mensen. Wie zijn dat? Donald Trump, hè? En die van Rusland? Gorbachev. Of nee, niet Gorbachev. Hoe heet die andere? Poetin en Trump. Denk je dat de kernwapens in Nederland liggen? Denk ik niet, geloof niet. Misschien wel, maar dan stiekem. Ja. Ja. Die hebben we nog. Oh, Wagner. Geeft het jou nou een veilig gevoel? Ik denk dat niemand erover nadenkt. Ik vind het echt een fijn gevoel eigenlijk. Helemaal niet. Nee. Nee. Dat absoluut niet. Jou wel dan? Ah, nee, mij ook niet. Opzouten met die klote zooi. Dus als je kan kiezen ja of nee? Nee. Nee. Dus kom nu met Pax in actie tegen kernwapens.